goed. Pauze gehad, koffie gehad. Even iets te eten gehad. Nou, dan kunnen we weer... En getankt natuurlijk, dan kunnen we weer kilometers maken. Nou, het is nog ongeveer 128 kilometer tot aan de veerboot. Nou, dan zijn we dan tegen een uur of één volgens de navigatie. Nou, mooi op tijd, voldoende op tijd, ruim op tijd. Wel een redelijk grote plaats, zo te zien. Nou, het is een beetje jammer van de mist hier, maar goed, het is niet anders. Het blijft gewoon, ondanks de mist, blijft het een mooie omgeving. Bijzonder bouwwerk. Dit soort schuren kom ik veel tegen, die helemaal braak liggen. Als ze nog mee bezig zijn of helemaal niet mee bezig zijn. Mooie blauwe lucht. Hoe mooi blauw het water daar is. Ik hoop dat het goed te zien is op de camera. Dat je dat groen-blauwig. Blauw-groen, hoe je het ook noemen wilt. Wat een landschap, wat een landschap. Dat Lofoten. Vallende stenen. Ja, hier liggen rotsblokken aan de kant. Nou, niet te veel over nadenken. Brug over de van eiland naar eiland. Stevige wind hier nog, op de zijkant, op kop van rechts.
uitrijden, eerlijk. Echt zo'n zeelucht. Redelijk wat golven op het water. Ja, zie die vlaggetje eens, die papperen behoorlijk. Zeg, het is nu een redelijke wind hier. Nu komt hij weer van links. Ze draait helemaal door zijn dal heen. Dal, ja, geen dal noemen. Rondom zijn eiland. Nou ja, je ziet hier gewoon aan de kust dat het landschap weer iets anders wordt. Vegetatie is wat kleiner, nog minder. Wat meer grasland, er zijn nog wat boompjes, maar het zijn er niet zoveel meer. Het komt toch door de strenge winters. Voor een aantal dagen terug sprak ik een aantal Nederlanders. Die waren weer op het terugweg vanuit de Noordkaap. En die Nederlanders die kwamen ook dus vanuit de Noordkaap. We kwamen elkaar tegen bij een tankstation. En die vroeg zo aan mij, waar ga je naartoe? Ik zei, nou, ik ga naar Lofoten. Hij zei, daar moet je echt naartoe gaan, zegt hij. Want dat is net een levendig schilderij. Dat is gewoon een levendig schilderij. Nou, hij heeft inderdaad ook niet te veel gezegd. Het is inderdaad net een levend schilderij. Levendig schilderij. Onvoorstelbaar hoe mooi, prachtig dit gebied is. Ik ben ook al eens in Zuid-Duitsland geweest, in Berchtesgaden. Dat is ook zo'n schitterende gebied. De Koningszee, die omgeving, maar dat is natuurlijk maar een klein deel, maar dit hele Lofoten gebeuren, dat is ongelooflijk mooi. Mensen, ik hou van dit landschap, ik vind dit geweldig. Die bergen, dat uitgestrektheid, dat aan de zee. Ja, wat die jongen ook al zei, het is een levendig schilderij. Echt ongekend. Ik heb het wel eens op tv gezien, maar dan heb je een heel ander beeld. En nu rij ik daar zelf in levende lijven tussen dat gebergte en die fjorden. En dan zie je die verschillende landschaptypen. Dat is gewoon ongelooflijk mooi. Ja, dat is gewoon niet te beschrijven. Redelijk stijl naar beneden hier. Oh,
Jongens, 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 kijk dit eens. Och, ik zeg gewoon kippenvel. Wat een uitzicht, wat een landschap. Mooie blauwe kleur van het water. Ik hoop dat het goed te zien is, dat ik een paar keer gezegd, maar daar ook. Schitterend. Het is helder water. Helder zeewater. Nou ja, qua toerisme, er is hier inderdaad best wel veel toerisme. Je komt van alles tegen. Campers, caravans, genoeg daarvan. Motorrijders, gewoon automobilisten. Nou, ik heb best wel veel gefilmd. Nog een aantal kilometers, dan zijn we bij de veerboot. Ja, ik heb een tweede batterij alweer doorgejaagd. Met al die opnames. Ja, straks op de boot nog maar even een nieuwe batterij erin. Even een uitkijkpunt. Gaan we nog even een paar foto's knippen. Nou ja, zo denken er meer mensen over. Wat is nog mijn? Nou, even een pitstop. Nou, kijk eens naar het landschap. Dat is geweldig. Ongekend uniek. Ja, het komt gewoon ogen tekort hier. Zo mooi is het landschap. Kijk, daar hebben we nog je vikingen. Als u die mist, ja, precies niet. Rollen de vikingen. Ja, ja, ja. Schön. Toll. Jetzt kommen die Wikinger. Ongeveer 53 kilometer zijn we. Nog een klein uurtje. Nog geen uur. En dan kunnen we de boot nemen van 2 uur, kwart voor 3. Dus de 2 uur moesten we ons inchecken.
wat Ulrich zegt, spaas moet zijn. Dat is ook zo. Je moet ook af en toe gewoon plezier hebben en lol maken met elkaar. Ach goed, dat hebben we wel gedaan deze dagen. Dus, wat ik al eerder benoemde, het is een hele leuke groep zo. Goed, de laatste kilometers naar de boot in Moskenes. Hier is even een tunnel door van bijna 2 kilometer. Ja, tunnels hebben ze hier genoeg gebouwd. Het wordt hier toch weer steeds wat mistiger. Deze tunnel gaat dus ook weer redelijk redelijk stijl naar beneden. En ook weer redelijk stijl omhoog. Maar goed, gaat ook onder het zeewater door. Zonder klein bootje daar, tenminste kort. Die blauw met witte net. Die gigantisch grote rasplak ineens. Thank you.
net reden we aan de andere kant van het water. We staan nog in het water te zwemmen. Brr. Echte diehards. Zijde dus de volle open zee. Ik zie heel in de verte zie ik nog wat eilandjes. Ik denk niet dat dat goed te zien is op de camera. Ik moet eens even een pauze nemen, even een foto nemen denk ik. Even bij de grote golven kijken. Kijk toch eens met die mooie golven, dat ze druk aan het surfen. Heerlijk. Een goed open zee, ik zag daar nog ergens eilanden. Die zijn daar. Ja, kijk die omgeving toch eens. Alle druk bezocht door camperaars. Mensen met tenten. Prachtig. Wat een prachtige locatie, echt uniek. Bijzonder om mee te maken, echt geweldig. Schitterend. Maar goed, het hele Lofotengebied is schitterend. Ja, ik zei, je kunt niet overal staan blijven, maar er zijn zoveel uitkijkpunten hier. Het is zo prachtig. Een prachtig stukje plek natuur op de aarde. Daar zitten ze ook nog te kamperen in tentjes, daar verderop. Wel lekker koud. Het is fris hier. Dus, nou, valt mee. De luchttemperatuur is 18 graden, geeft hij aan. Dus, nou, er waren toch nog enkele in het water aan het zwemmen. Ik denk niet dat je het lang volhoudt. Ach, jongens, kijk hier eens wat een uitzicht. Een groot strand erbij. En die bergen op de achtergrond. Jammer dat het een beetje heiig is. Een beetje tampig, mistig. Maar het ziet er blauwe water eens.
toch eens. Blue Lagoon.
Ja, het is niet zo ver meer bij Moskenes. Dan kunnen we de veerboot pakken. Het is zo rond 2:30 zijn we daar. Het is nu, ik denk nog een minuut of 5 tot 10. We hebben nog een 1/2 uur tijd. Om 2 uur moesten wij aan boord. Moskenes, veren. We zijn hier bij de veerboot. Wij moesten we hierheen, maar goed. Ik zet de camera eerst even uit en dan 1, 7, 12, 15. Dan kom ik straks wel even weer bij jullie terug. Ga even de batterij vervangen. Nou, we zijn bij de veerboot gearriveerd. Nou, het is nu wachten op de boot. 3:15 gaat de boot. We hebben voorgeboekt, dus we staan mooi vooraan in de rij, zoals je ziet. Ja, de boot is er nog niet, dus je zal ongetwijfeld straks wel komen. Maar wat een schitterende omgeving. Dat is, dat is geen pen te beschrijven. Dat moet je gewoon zelf ervaren. Ik laat het in de beelden allemaal zien. Die hebben jullie al deels gezien. Maar echt fantastisch. Fantastisch. Wat ik al zei op de motor. Het is net een levendig schilderij, het landschap. Het is een levendig schilderij, laat ik het zo zeggen. Dat is er beter voor woord. Dus we gaan even wachten tot de boot er is. En dan gaan we erop. En dan moeten we 3 uur varen. 3 uur en een kwartier ongeveer. Dus hopelijk word ik niet zeeziek. Want dat is wel een dingetje bij mij. Ik ben al een paar keer op zee geweest. Dat vond ook een van de eerdere beginafleveringen gezegd. Zeeziek is bij mij toch een dingetje. Ik heb geen echte zeebenen. Maar goed. 3 uur, dan wel een keer 1,5 uur misselijk zijn. Maar het zijn zo. Goed, anders moest je helemaal weer terugrijden. Het zijn ook behoorlijke afstanden. Dus Noorwegen, Zweden, dat zijn nog eenmaal afstanden. Dus dat moet niet onderschat worden. En als je 400 kilometer op een dag draait, dan is het ook wel relaxed. Kun je nog wat van de omgeving zien. Maar wil je toch echt snel ergens gaan, ja, dan moet je natuurlijk meer uren draaien. Maar zelf vind ik dat niet prettig. Ik vind 400 kilometer wel prima op een dag. Dus goed, nou, dit is inderdaad wachten op de boot. En dan zie ik jullie weer op de boot. Nee, ik zie jullie niet. Jullie zien mij. Dat is al de zoveelste keer dat het misgaat. Jullie zien me straks. Hey, doei. Nou goed, de boot is gearriveerd. Eerst moeten andere auto's natuurlijk af. En motoren en bussen, weet ik allemaal niet wat erop zit. Het is geen grote boot, zo te zien. Maar goed. Wat ik al zei, het is wel handig om niet met de boot te gaan. Want anders moet je helemaal weer terugrijden. Dan kun je weer 300 kilometer terug. Wel roestig. Dan lik je verf gebruiken. Schommelt mooi heen en weer. Goed, wat ik net al zei, ik heb geen zeebenen, dus we gaan het zien. Niet te veel over nadenken. Nou, er gaan genoeg auto's, campers, motoren, bussen op.
Diverse bussen zijn er al opgereden. Ja, en als je kijkt naar zo'n schip, dan denk je, ja, het is helemaal niet zo groot, maar dus wel. Het is trouwens de eerste keer voor mij dat ik op een veerboot kom met de motor. Ik heb nog nooit op een veerboot gezeten. Dus ik was ook allemaal een beetje nieuw. Nou, communicatie gaat dus ook niet goed bij hun. Vraag alsof we een ticket hebben, maar het is al gescand. Dus nou, de voetgangers mogen eerst. Nou, vergeet ik de camera bijna aan te zetten. Maar goed, we gaan nu de boot op. Nou, ze zijn gewoon eerst aan het discussiëren. Nou, we zijn in ieder geval aan het boord. Ik ga dus nog even de boel vastzetten. Ik weet niet of zij dat doen of wij dat doen. Dus we gaan het zien. Goed, het is wel een lawaai nu. Maar goed, ik heb hem vastgesnoerd. We hebben er 2 aan gedaan. Want op deze zijde al even best. Dus ik denk dat dit wel voldoende is. We gaan het zien. De rest is nog even bezig. Er komen nog genoeg houtjes binnen, dus voordat we varen, dan zijn we nog even een pootje verder. Oh, dit is de eerste keer voor mij op een veerboot, dus het is helemaal nieuw. Dus we gaan het zien. Ik ben op een schip, dus... Wat is nou voorne? Nou, hoffelijk is dat de voorne zitten. Dus we gaan naar buiten. Even iets aangenamer als... Binnen is het best wel benauwd warm. Zo mooi. Zeer goed. Goed. Nou, ik sta op dek. Of wij staan op dek. Nou, zijn we ook nog een reddingsboot. Gelukkig. 3 uur varen. Ik hoop dat ik de waterval een beetje goed op krijg. We zijn weer in het onderdekken beland en dan kunnen we rijden. Ah, nu is al een paar kilometer en dan ben ik op de plek beland waar ik een hutje heb gehuurd. De Duitse vrienden gaan naar een hotel. Reception.
Goedenavond, beste abonnees, beste kijkers. Nou, ik heb een slaapplekje gevonden. Die had ik al geboekt, dat had ik al gezegd trouwens. Het is in Zaltstromen. Dat ligt net onder Beude. Dat is ongeveer 30 kilometer verder rijden. Goed, ik heb gewoon een simpel, eenvoudig hutje. Ik kan wel even wat laten zien. Stapelbedje. Nou goed, ik heb mijn slaapzakje er zelf mee neergelegd. Nou goed, het zit een koelkastje zit erin. Die zit door. In een klein keukentje. Ik heb mijn eigen kookgerei maar meegenomen. Daarin geplaatst. Vandaag was het ongeveer 270 kilometer rijden naar Moskenes. Het was schitterend weer. We hebben wel, later werd het wel bewolkt. Dat hebben jullie kunnen zien. We zijn op de boot gestapt en het weer werd alleen maar slechter. Veel bewolking, heel koud, fris. Een graad of 13, 14. Het is nu inmiddels bijna half elf in de avond. Maar het gaat steeds meer regenen. Het miezen nu nog, maar het wordt steeds meer. Ja, dus vanmorgen, ik rijd nog met de Duitse groep mee. We hadden zoiets van, ik rijd nog een stuk mee en dan ga ik mijn eigen weg. Maar als het weer zo slecht is als het weer morgen nog slecht is, dan ga ik ook kilometers maken. Dan rijd ik gewoon de totale ritme ermee. Ze hadden iets van 450 op de teller. Mensen, dat willen ze. Dus dan rijd ik met hen mee, want ik probeer wel iets meer zon te krijgen. Maar goed, dat gaan we morgen vroeg zien. Ik ga straks lekker slapen. We gaan het voor morgen gaan we het zien. Een beetje op tijd slapen, tijd er weer uit. 8:30 had ik afgesproken. Want hun hotel zit aan de andere kant van de fjord. Dat is ongeveer een minuut of 5 rijden hoor, dat is niet zo ver. De dag is dan voor mij ten einde bijna. Ik ga lekker pitten. Ik ben gewoon aan toe. 3 uur op de boot zitten, waar je best wel moe van. Maar niet alleen van motorrijden waar je moe, maar ook van op de boot zitten. Goed, dan zal ik zeggen, tot morgen, tot de volgende video. Hey, doei hè.